We vervolgen vanavond de schriftlezing in het Bijbelboek Jozua en we lezen nu vanaf Jozua 6, vers 6 tot en met vers 23. Jozua 6, vanaf vers 6 tot en met vers 23. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen, draag de ark van het verbond en laat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark van de Heere uit. En tegen het volk zei hij, trek verder en ga rondom de stad. En wie toegerust is voor de strijd, moet voor de ark van de Heere uittrekken. Het gebeurde zoals Jozua tot het volk gesproken had. De 7 priesters, die de 7 ramsbazuinen droegen, trokken voor het aangezicht van de Heere uit en bliezen op de bazuinen. En de ark van het verbond van de Heere kwam achter hen aan. Wie toegerust was voor de strijd, ging voor de priesters uit die de bazuinen bliezen. En de achterhoede kwam achter de ark aan, terwijl men al lopend op de bazuinen blies. Jozua had het volk echter geboden, u mag niet juichen. U mag uw stem niet laten horen, geen woord mag er uit uw mond gaan. Tot op de dag dat ik tegen u zeg, juich, dan moet u juichen. Hij liet de ark van de Heere rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen zij weer in het kamp en overnachtte in het kamp. Daarop stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van de Heere. 7 priesters die de 7 ramsbazuinen droegen voor de ark van de Heere uit, liepen alsmaar door en bliezen op de bazuinen. Zij die toegerust waren voor de strijd, gingen voor hen uit. En de achterhoede kwam achter de ark van de Heere aan, terwijl men al lopend op de bazuinen blies. Zo gingen zij op de tweede dag eenmaal rondom de stad en ze keerden terug in het kamp. Zo deden zij 6 dagen lang. En het gebeurde op de 7e dag dat ze vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak, en dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen 7 maal. Alleen trokken zij op die dag 7 maal rondom de stad. En het gebeurde toen de priesters de 7e maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei, juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rahab, de hoer, zal in leven blijven. Zij en alle die bij haar in huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgestuurd hadden, verborgen heeft. Past u echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban, als u neemt van wat met de ban gewijd is. En dan maakt u van het leger van Israël 1 met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Maar al het zilver, goud en de koper en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere. Ze moeten bij de schat van de Heere komen. Het volk juichte toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief en de muur stortte in. En het volk klom in de stad, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. En ze sloegen alles wat in de stad was, met de ban, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de ouderen en tot het rund, het schaap en de ezel toe. En Jozua zei tegen de 2 mannen, de verkenners van het land, ga uit huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw van daaruit naar buiten met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt. Toen gingen de jonge mannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rahab naar buiten met haar vader, haar moeder, haar broers en alles wat van haar was. Ook brachten zij al haar familieleden naar buiten en ze lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven. Tot zover de lezing van Gods woord. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 3, vers 2. Maar trouw, o God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2. Na het amen van de prediking. Gods woord wordt vanavond bediend uit Jozua 6. En daarvan de versen 17 en 22. Dat is de kern voor de prediking vanavond. We lezen voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord beide versen. Vers 17 en 22 van Jozua 6. Daar zegt Jozua tegen de
Mensen van het volk Israël, maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rachab de hoer zal in leven blijven, zij en alle die bij haar in huis zijn. En als zij de bode die wij uitgestuurd hadden verborgen heeft. En vers 22, dan zien we hoe dat wordt uitgewerkt. Jozua zei tegen die twee mannen, de verkennis van het land, ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen. En breng de vrouw vandaar naar buiten met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt. Wel, de prediking vanavond gaat dus vooral over Rachab. In ieder geval hoe de Heere Rachab redt. Dat is het thema ook voor de prediking, hoe de Heere Rachab redt. En dat doet de Heer ook in de weg van de belofte. Dat zijn ook de drie lijnen vanavond in de prediking. We letten allereerst hoe Rachab Gods belofte toe-eigent. Dat is de eerste lijn. Tweede lijn, hoe God zijn belofte toepast. Dat is de derde lijn. Tweede lijn en de derde lijn is hoe God zijn belofte vervult. Dus het toe-eigenen van Gods belofte, toepassen en vervullen. Ik denk dat in de achterliggende periode die achter Rachab ligt, de periode dat ze afscheid nam van die verspieders die ze had verborgen in haar huis, waren spannende momenten. Stel je voor dat de soldaten van Jericho tegen Rachab hadden gezegd, Rachab, we vertrouwen je niet op je blauwe ogen, we willen naar binnen, we doen een huiszoeking. En ze op het dak waren gekomen en daar die takkenbos opzij hadden geschoven en die mannen hadden ontdekt, dan waren waarschijnlijk die verspieders ter plekke vermoord en was Rachab er ook niet levend vanaf gekomen. Een verraadster. Maar de Heere waakte over Rachabs huis en ook over het leven van de verspieders. En ze hadden afscheid van elkaar genomen. De verspieders hadden aan Rachab beloofd dat wanneer ze terug zouden komen, haar huis zou worden gespaard. En dat ze om die reden ook op het moment dat het volk Israël in aantocht was, een scharlaken koord, een touw, waaraan ze die verspieders naar beneden had laten gaan, buiten de stadsmuur van Jericho, naar buiten zou rollen. Tot dat moment lag dat touw binnenshuis. Maar vanaf het moment dat Israël in aantocht is, is Rachab degene die vervolgens handelt en dat touw naar beneden uitrolt, aan de buitenkant van de stadsmuur, voor het oog van Israël. En dan is het wachten, zou je denken. Wachten op de dingen die gaan komen. Wat er precies gaat komen, weet Rachab niet. Ondertussen heeft de Heer wel duidelijk gemaakt hoe hij zijn plannen ten uitvoer zal brengen. Hij heeft dat tegen Jozua gezegd. Jozua, als we zo meteen bij Jericho aankomen, geef dan het volk het bevel dat ze absolute stilte bewaren. En dat ze op de eerste dag één keer rondtrekken rondom de stad Jericho zonder een woord te zeggen, zonder een opmerking te maken. Er mag niet gelachen worden, er mag niet gepraat worden. Het is ademloos stil. En dat is niet alleen voor één dag, maar ook de tweede dag, de derde dag, de zesde dag. En op de zevende dag doe je dat 7 keer rondom de stad. Daar weet Rachab helemaal niks van. Van de instructies die de Heere door Jozua aan het volk Israël heeft gegeven. Ze weet trouwens ook niet hoe dat volk eruit ziet, hoe groot dat volk is. Ze heeft bij gerucht gehoord dat dit volk in aantocht is. En dat gerucht is niet sinds gisteren de stad Jericho binnengedrongen. Nee, al 40 jaar lang gonstend van de geruchten binnen de muren van Jericho. Hoe oud Rachab is, weten we niet. Ik vermoed niet dat ze al 40 plus is. Ze is nog een jonge vrouw. Als ze straks in het volk Israël wordt opgenomen, dan huwt ze ook een man, Salmon. En ze krijgen in ieder geval Boas en waarschijnlijk ook meerdere kinderen. Boas, de man van Rut. In ieder geval is Rachab wel bij dat gerucht opgegroeid. Als kind, als meisje. En ze heeft ook gezien wat de uitwerking van dat gerucht is. Ze zegt dat ook tegen die verspieders op die bewuste avond. Onze harten versmelten, zijn versmolten, zijn week geworden. We krimpen in één van angst,
bij de gedachte dat dit volk eraan komt, wetend wat er gebeurd is en wat Israël heeft uitgehaald in Egypte, in de woestijn met Sion en Och, de andere koningen, onze buren aan de overkant van de Jordaan. We weten het en we weten ook wat ons staat te wachten. Deze stad zal worden ingenomen, zal overweldigd worden, want, zegt ze heel nadrukkelijk tegen de verspieders, de Heere heeft deze stad en dit land aan u gegeven. Opvallend is trouwens dat Rahab niet de enige is die dat weet, maar dat heel Jericho dat weet. Koning van Jericho, de soldaten van Jericho, de inwoners van Jericho, de familie van Rahab. Ieder is daarvan doordrongen. Maar in tegenstelling tot de meerderheid van Jericho is Rahab de enige die anders handelt. Hoe ze handelt, wel, laten we er even naar terugbladeren, we hebben dat ook nodig, naar Joshua 2. Kijkt u maar even met me mee. Joshua 2. Daar wordt beschreven hoe Rahab de verspieders ontvangt in Jericho. Ze vertelt wat er leeft in Jericho. Ik zit nu bij vers 11. Toen wij dat horen, smolt ons hart weg van angst. Vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En vervolgens doet ze het volgende verzoek. Vers 12. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw. Twee keer staat er goede tierenheid, dat moet u en dat moet jij in je gedachten even onderstrepen. Dat is meer dan alleen maar een soort ruilhandel die hier plaatsvindt. In de zin van, nou, ik heb nu jullie leven gespaard. Ik ben er diep van overtuigd dat zometeen de stad in jullie handen zal vallen en we weten ook wat er dan zal gebeuren. Iedereen wordt om het leven gebracht. Ik doe nu een goede daad voor jullie. Doen jullie straks een goede daad voor mij? Maar er staat goede tierenheid of weldadigheid. En dat is een woord wat niet thuis hoort onder de Canaanitische volk. Het is een woord wat bij de God van Israël hoort. Ze verbindt het ook direct trouwens met de naam van de Heer. Alleen God kan goede tierenheid bewijzen. Wat dat is, goede tierenheid? Liefde in de bedding van zijn trouw. En als Gods liefde ligt in de bedding van zijn trouw, dan is dat betrouwbare liefde. Omdat God niet kan liegen. Hij wil het niet eens. Het is ook liefde die onverdiend is. Want Rahab verwoordt het ook tegenover die verspieders. We weten dat dit land en deze stad aan jullie is gegeven. Rahab pleit dus op Gods onverdiende, betrouwbare liefde. En als teken van die betrouwbare liefde vraagt Rahab dus ook om een teken. Als bewijs van die betrouwbare liefde vraagt Rahab om een teken. En dat zijn de verspieders die dan tegen haar zeggen, op het moment dat het leger aankomt, laat dat touw dan naar beneden waar je ons naar beneden hebt laten zakken, zodat wij de stad konden ontvluchten. Wel, dat gebeurt nu dus. Rahab heeft dat touw naar beneden hangen en ze weet voor de rest niet wat er gaat gebeuren. Maar ik stel me zo voor, als u en ik vanavond even binnen in het huis van Rahab kijken naar buiten en je ziet dan dat leger de eerste keer aankomen, dat je dat gezicht van Rahab vol spanning ziet staan. Nu gaat het gebeuren. Zo lang erop gewacht. Wat er gaat gebeuren, de stad zal vallen. En ons leven zal worden gespaard. En ze kijkt misschien even naar achteren, naar haar ouders die ook in het huis zijn binnengehaald. Haar broers zijn aanwezig, zegt de Bijbelschrijver. Ze heeft hen dus blijkbaar ervan weten te overtuigen dat ze in dat huis moeten komen. Anders komen ze zometeen om als de God van Israël zijn almacht zal tonen in Jericho. En dan komt dat leger eraan. Ik denk dat in de straten van Jericho dat ook geklonken heeft. Daar komen ze!
Iedereen de muren op, jong en oud. Ik kijk de mensen naar beneden. Wat denkt u, zullen ze in Jericho op die muren wat gezegd hebben? Nou, ik weet niet wat u doet als u doodsbang bent. Dan gaan we anders reageren. Misschien herken je dat wel. Afgelopen zomer was je op vakantie, er was een dropping midden in de nacht. Je ging met je vader mee het bos in. Tuurlijk ging je mee, je vriendjes gingen ook, dus jij wilde niet achterblijven. Maar opeens dat donkere bos. En dan moet je maar eens opletten wat soms trouwens ook grote mensen gaan doen. Sommigen gaan opeens heel hard zingen en praten en fluiten. Anderen hoor je of zie je niet meer, die komen heel stilletjes bij hun vader lopen of bij iemand die ze vertrouwen in de zin van, nou, als het misgaat, dan zal hij wel voor mij instaan. We gaan opeens heel anders ons gedragen. Nou, ik denk dat de mensen van Jericho daar op de stadsmuur, als ze dat leger zien aankomen, die eerste dag helemaal niets hebben gezegd. Daar komen ze en het is ook niet mis wat eraan komt. Meer dan 800.000 mensen, zo vermeldt de Bijbelschrijver. Dat betekent heel concreet, wanneer de eerste van het leger van Israël om Jericho getrokken zijn en weer terugkomen in het veldkamp, dat de laatste nog moeten vertrekken. Heel de stad wordt dus omzingeld door allemaal mensen. Als eerste, en dat was ook wel te verwachten, komen de soldaten. Maar dan opeens zien de mensen van Jericho iets heel vreemds. 7 mannen in witte kleren dragen een heel klein kistje. 1,5 meter lang ongeveer, van goud. En als je goed kijkt, zie je die 2 engelen erboven staan. Niemand in Jericho die weet wat dat betekent. En bij die kist horen ze de shofar, de ramshoorn, zo'n langgerekte, klagende toon maken. En daarachter, soldaten, bejaarde mensen. Moeders met peuters in de arm, baby's, kleutertjes, kinderen, pubers. Ze lopen er allemaal achteraan. Wat heeft dit te betekenen? En Rahab kijkt, ziet ze langskomen en kijkt ze na. En er gebeurt niets. Hoe denkt u dat ze die dag hebben doorgebracht, die eerste dag? Als je van je verbazing bekomen bent, dan ga je proberen de dingen te duiden. Wat is dit? Wat betekent dit? Tweede dag, daar komen ze! En het herhaalt zich. En op de derde dag hoor je op de muren van Jericho opeens iemand een grap maken. De angst is wat weggezakt, wordt gelachen. De vierde dag opmerkingen. Spot, hoon, is dit nou waar we voor bang moeten zijn? Maar ondertussen staat Rahab in haar huis. Ik kijk ze naar buiten. En dan hebben we meteen de eerste lijn te pakken. Wat hier gebeurt in deze geschiedenis is niet verbonden aan dat moment daar, ergens ver verleden op de stadsmuren van Jericho. Maar er liggen lijnen in deze geschiedenis die we door kunnen trekken ook naar het leven van hier en nu. De eerste lijn is dit, wanneer de Heer een belofte aan jou heeft gegeven of aan u heeft gegeven en die heeft hij gegeven. Te beginnen bij de doop. En in de loop van je leven krijg je 2 keer op een zondag een belofte mee, toch? Al heb je misschien van de hele preek niets gehoord en soms misschien helemaal niets van begrepen. Denk dan aan de woorden aan het einde van de dienst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. 2 keer op een zondag, 52 zondagen in het jaar. En reken maar even uit hoeveel jaren je al in de kerk zit. Maar die belofte moet persoonlijk worden toegeëigend. En de eerste les die we hier in deze geschiedenis zien openvallen, is dat God op zijn eigen manier die belofte
gaat toepassen. En dat is Rahab in deze dagen aan het leren. Ze weet één ding. De stad zal vallen en mijn leven wordt gespaard. Maar hoe? Dat is aan de Heer. Dan moet dat geweest zijn voor haar. Eerste dag. Tweede dag. Vierde dag. Ondertussen begint het te gonsen op de muren van Jericho. Hoort ze links en rechts de opmerkingen. Had er misschien iemand in het huis van de Rahab ook wel gezegd hebben, Rahab, is dit nou waar we bang voor moeten zijn? Kunnen we ons niet beter voegen bij de stadsgenoten op de muur? Het volk loopt maar rondjes. Er gebeurt helemaal niets. Maar er is nog iets wat opvalt, gemeente. Als Rahab daar op de uitkijk staat, is het enige wat ze heeft het teken van Gods trouw. Rahab die kijkt in dat venster naar buiten. En dat wat ze heeft, is dat touw dat naar beneden is gerold. En waar dat touw een teken van is, wel een teken van de eed die de verspieders in de naam van de Israëls God hebben afgelegd. Keer op keer als Rahab naar buiten kijkt en dat leger eraan ziet komen, stelt u het gewoon maar even letterlijk voor, ze kijkt door dat venster naar buiten, ziet ze dat touw over het kozijn naar beneden lopen. En terwijl ze dat leger zo nakijkt, blijft dat touw hangen. Dat hangt daar de eerste dag, de derde dag, tot en met de zevende dag. Dat is het enige dat Rachel heeft. Dat touw als teken van Gods betrouwbare liefde. Daar ligt weer een leen. Het toe-eigenen van Gods beloften is het beproeven van de Heer in zijn betrouwbaarheid. En de Heer beproeven in zijn betrouwbaarheid, daarvoor heeft de Heer ook de tekenen gegeven om hem daarop aan te spreken. En het eerste teken, en misschien wel de belangrijkste van de twee, als het gaat om betrouwbaarheid, is het teken van de doop. Heb je zo wel eens naar een doopsbediening gekeken? Dat je even geen aandacht had voor de doopsouders en ook niet voor de mooie doopjurk en hoe het kindje eruit ziet en of de familie erbij was en wie er wel of niet gemist werd. Maar dat tijdens de bediening van de doop Gods onwankelbare trouw zo sterk naar je toe kwam, dat je net als Rahab even niets meer hoorde om je heen wat er gezegd, gesproken en gelachen werd op de stadsmuren van Jericho. Maar in het teken gewezen werd op de betrouwbare belover. Op de Heere. Ik noem maar even zo'n moment uit het klassieke doopsformulier. Het ontroert me meer dan eens, maar wanneer wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade, Gods betrouwbaarheid niet twijfelen. Aangezien de Heer met ons en onze kinderen een verbond heeft opgericht. Het heeft mij een keer heel concreet geweldig vertroost. Dat was in een van de gemeenten waar ik stond. Daar kwam iemand die net als Rahab prostituee was geweest. Ze had haar gezin verlaten, gezin met kinderen, en was door omstandigheden in de donkere wereld van Amsterdam terechtgekomen. En op een gegeven moment kwam ze terug. Ze zat in de kerk en ze zocht contact en we raakten in gesprek. En ik vroeg aan haar, wat heeft jou nou de vrijmoedigheid gegeven om terug te komen?
Toen zei ze, dominee, dat moment zal ik nooit meer vergeten. Ik werd op enig moment in een kelderbox in de Bijlmer wakker, tussen de vuilnis. En het kwam met kracht naar me toe. Ik ben gedoopt. En dat richtte mij op en bracht me hier. Daar ligt ook een les voor jou, al heb je hopelijk zo'n verleden niet. Zoals Rahab en dit voorbeeld wat ik nu uit de praktijk geef. Maar je bent wel gedoopt. En al durf je nog niet te zeggen dat je de Heere mag kennen. Daar begint het trouwens ook niet mee. Het begint met de vraag, Heere, mag ik u leren kennen? En al durf je die vraag misschien niet eens hardop tegen de Heere te stellen, omdat je weet, voor God kan ik niet bestaan en ik heb alles tegen. Je hebt in de doop altijd de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mee. Er staan er drie aan je kant. Om terug te keren tot de Heere. Dat is ook toe-eigenen van Gods belofte. Werkzaam worden met de tekenen die de Heere daarin heeft gegeven. Bijvoorbeeld het teken van de doop. Maar er is nog iets wat opvalt. Rahab staat daar in haar huis. En ze heeft het net enkele weken geleden verwoord tegenover die verspieders. Heel de stad weet dat we zullen vallen in jullie handen en we krimpen in een van de angst. En toch is het Rahab die als enige, samen met haar ouders en familieleden, een andere keus maakt. Dat betekent dus dat ze de minderheid is tegenover de meerderheid. En die meerderheid, die hoor je op de muren van Jericho. Wat is dit voor een vertoning? Moeten we daar nou bang voor zijn? Moet je eens kijken, daar lopen ze weer de derde dag. Krijgen we weer datzelfde toneelspel. Is het geen lachetje? En Rahab staat ertussen. Je hoort dat links en rechts om haar heen. Zou ze nooit iets gevoeld hebben van, klopt het wel? Is het wel waar? En op wie kan ze dan terugvallen? Haar ouders hebben het van haar gehoord. Die waren er niet bij in dat gesprek met de verspieders. De familieleden zijn op haar woord gaan schuilen onder haar dak. Daar kan ze niet mee spreken. Het enige dat ze heeft, is dat teken van Gods betrouwbaarheid. Dat geeft ergens ook een stukje eenzaamheid, in de gezonde zin van het woord eenzaam. Er zijn toch momenten in jouw leven, als je de Heere mag gaan leren kennen, waar je echt alleen doorheen moet. Ook al heb je misschien Godvrezende ouders. Ook al groei je op in een gezin waar het heel gewoon is om te bidden en te Bijbel lezen. Maar mag ik in deze dienst, die ook in het teken staat van een preekbespreking met jongeren, ook even heel persoonlijk zijn? Toen de Heere op 17-jarige leeftijd in mijn leven ging werken, had ik al een heel leven achter me liggen voor een groot deel aan de rand van de kerk en bijna midden in de wereld. En voor het eerst in jaren sloeg ik mijn Bijbeltje open en ging ik weer bidden. En eerlijk gezegd, ik wist niet eens wat bidden was. Dat heb ik maar gewoon aan de Heere gevraagd. En op een avond, ik zal dat moment nooit meer vergeten, op een avond lag ik op mijn knieën voor mijn bed. Ik ging opeens de deur open. Ik sliep op zolder en ik had niemand horen komen. Er is maar één in onze familie die zo zachtjes de trap op kan sluipen, dat is mijn moeder. Ik had haar echt niet gehoord. En ze deed de deur open en ik keek verschrikt op en zij keek me verschrikt aan. En ze zegt, jongen, we maken ons zorgen over je, maar nu begrijp het. Ze deed de deur weer dicht. Zij begreep dat eenzaamheid goed kan zijn. Dat je alleen op je knieën voor de Heere komt te liggen. Om je leven neer te leggen bij Hem als een schuldbelijdenis. Met een gebed om genade,
Daar kan een vader of een moeder, hoe graag je ook wil dat ze je kinderen de Heere leren kennen, niet tussenin gaan staan. Dat is iets persoonlijks tussen jou en tussen de Heer. Ja, daar staat Rahab achter dat venster toch. Het enige dat ze heeft is de belofte en het teken van die belofte. En dat is genoeg. Want kijk eens hoe de Heer dan die belofte gaat toepassen. Dan maken we meteen ook de stap naar het tweede punt. Rahab doet niets anders dan alleen maar handelen in overeenstemming met wat ze heeft afgesproken met de verspieders. Ze zegt niet aan het einde van de eerste dag, nou de avond valt nu in, laten we het koortje maar naar binnen halen, we rollen het op en morgenochtend zien we weer of ze wel of niet zullen komen. Nee, de verspieders hadden gezegd, zodra we eraan komen, gaat de touw naar beneden en dat blijft hangen, wat er ook gebeurt. En Rahab handelt zo. Ze wijkt niet af van het woord van de Heere. Ze houdt zich aan het woord van de Heere. En ze geeft zich dus ook zo over aan de barmhartigheid van de Heere. Want daar heeft zij haar hoop op gevestigd. Maar het is Jozua die ook zo handelt. Kijkt u maar met me mee, we zitten in vers 22 op dit moment. Als die stad is gevallen, daar kom ik zo nog op terug, dan is het Jozua die tegen die twee verkenners zegt, ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen. Met andere woorden, Rahab is dus nog binnen. Om haar heen zijn de muren van Jericho met een donderend geraas ineengestort. En dat moet een enorme indruk op haar en op haar familie hebben gemaakt. Wat er zou gaan gebeuren, wisten ze niet. Misschien sloeg Israël wel een beleg van vele maanden rondom de stadsmuren van Jericho, om de stad uit te roken en uit te mergelen, totdat ze uitgehongerd zouden zijn en zich ten einde raad aan hun zouden overgeven. Misschien had de God van Israël wel iets anders in zijn gedachten om ook zo Jericho te leveren in de handen van Israël. Maar toen op de zevende dag het niet bij één ronde bleef, maar de tweede ronde zichtbaar werd, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde, steeg de spanning op de muren van Jericho. Het gaat anders dan in de zes voorgaande dagen. En toen die zevende ronde voorbij was en Jozua opeens zei, juich, dreunde de aarde en stortte de muren naar beneden. Links en rechts van het huis van Rahab viel alles naar beneden. Ze hoorden mensen gillen, kinderen krijs, geschreeuw, het werd stil. En Rahab bleef binnen. Die vluchtte niet naar buiten. Die rende niet het volk Israël tegemoet. Nee, ze hield zich aan het woord van de Heere tot en met de laatste momenten toe. Ze werd uit dat huis gehaald. Precies zoals was afgesproken. Als je de Heere wil leren kennen, vraagt God gehoorzaamheid. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Te beginnen bij zijn belofte. Maar ook gehoorzaamheid aan zijn geboden. Dat is geen wettisch leven trouwens hoor. Zo dacht ik er vroeger ook over. En ik denk dat ik als jongeren toen niet eens zo heel raar er tegenaan keek. Nee. Het was tijdens een catechisatieavond dat ik aan een van de catechisanten vroeg, een jongen die net zo leven leidde op dat moment als ik. Ik zeg, zou jij niet de Heere willen kennen? De Heere willen kennen? U denkt toch niet dat ik goed bij mijn hoofd ben? Dan moet ik leven als een monnik. Dan mag ik niks meer. Dan houd je in allerlei regels. Dan gaan de komende weken hier door de gemeente van Leerdam. Ze zitten hier, mensen die de Heere vrezen. En vraag het maar eens hun op de man af. Heb je het nou moeilijk? Is dat nou zwaar, de Heere leren kennen? De eerste gedachte die bij me boven kwam toen de Heere voor het eerst zijn liefde in mijn hart uitstortte was, als ik dit had geweten, was ik al jaren eerder om mijn knieën gegaan. Overweldigd worden door de liefde van God in de Heere Jezus Christus. Dat vraagt om een teer leven. Om die liefde te beschermen. Te bewaren.
En dat zie je ook die trek in het leven van Rahab. Dat is geen kramp, dat is geen angst. Nee, dat is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid als antwoord op weldadigheid, goede tierenheid, Gods betrouwbare liefde. En in die weg handelt de Heere dus ook. Een teer leven met de Heere geeft een rijk leven met God. Dat is geen leven vanuit de angst, vanuit de kramp. Maar dan mijd je de zonde, omdat je God lief hebt. Dat doe je niet uit straf, maar je wilt de Heere geen verdriet doen. God past de belofte toe in de weg van gehoorzaamheid. En het tweede wat dan opvalt als die verspieders aankomen bij dat huis van Rahab, en u merkte dat misschien wel even naan mij lezen, kijkt u even met mij mee in vers 22, dan is het Jozua die tegen de verspieders zegt, ga het huis van die vrouw, en ik vind het altijd moeilijk om dan die twee woorden die daarna komen te lezen. Die hoer. Kijk, dat de eerste keer wordt gezegd, wanneer in de Bijbel voor het eerst een persoon wordt voorgesteld. Dan willen we heel graag weten, wat is de achtergrond van die man of die vrouw. Maar let er maar eens op, zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament, tot en met in Hebreeën 11, de laatste keer dat de naam van Rahab staat, het geslachtsregister van de Heere Jezus in Matthäus 1, staat keer op keer die omschrijving, Rahab, de hoer. Waarom doet de Heilige Geest dat? Want het woord is van Hem. Hij heeft dit woord door middel van mensen geschreven, toch? Is dat altijd om iemand dan nog iets na te dragen? Ik hoop niet dat u zo in elkaar steekt, maar je hebt dat wel eens bij bepaalde mensen. Die altijd het negatieve van iemand, al is het 30 jaar geleden, nog eens een keer weten te benoemen. Ja, kijk maar uit, want daar en toen, je moet eens weten. Waarom benadrukt de Heere dat? Wel, dat heeft alles te maken met de omstandigheden waarin de Heere die belofte van hem heeft toegepast in het leven van Kana, van Rahab. Wat zijn dat voor omstandigheden? Wel, unieke omstandigheden. We hebben het een paar keer gelezen en het zal me niet verbazen als dat vanavond ook in de spreekbespreking naar voren komt. Namelijk dat woord verbannen. En we zagen het ook in het slot van dit gedeelte, de schriftlezing. Kijkt u maar met me mee, vers 24, dat Israël de stad verbrandt met vuur en alles wat daarin is. In opdracht van de Heere moeten ze dan het zilver, het goud en de koper en ijzeren voorwerpen wegleggen als een schat van de Heere. Maar niemand van de inwoners wordt in leven gelaten. Van de jongste tot de oudste, van de kleinste tot de grootste. Ze worden allemaal omgebracht. Verbannen. De stad is een gave gewijd aan de Heere. En met dat ik dat zeg, voel ik u al aan wat u denkt. Want ik ben net als u een kind van deze tijd. Is dit nou God? Je geeft dit bevel. En dan kunnen we vanavond wel kijken naar hoe de Heere Rahab redt uit Jericho. Maar ondertussen gebeuren de meest wrede dingen in die stad. Is God niet de God van wraak dan? Sommigen misschien onder ons zullen zeggen, ja dominee, dit is het Oude Testament. Nou, ik denk dat het in het Nieuwe Testament er nog heftiger aan toe gaat, of niet? Lees eens Openbaring. Hier is het beperkt tot een stad. Tot 7 volkeren in Kanaan. En dan stopt het. Maar wat denkt u dat er zo meteen gaat gebeuren? Als de Heere Jezus terugkomt op de wolk.
Dan wordt Leerdam verwoest. Woudenberg, waar wij wonen. Dan zullen de elementen brandend vergaan, zegt het Nieuwe Testament. En tegen die achtergrond, tegen de achtergrond van Gods gericht over een wereld die in opstand is gekomen tegen hem, benadrukt de Heilige Geest door die aanvulling Rahab de hoer, dat het een wonder van Gods genade is dat zij uit die stad en uit die wereld is weggehaald. Dat zegt de Heer niet om aan als ik hier een douw te geven, maar om tegen de achtergrond van haar leven, haar persoonlijke afkomst, tegen de achtergrond van de stad waaruit ze komt, tegen de achtergrond van het land Kanaan waarin ze geboren en getogen is, alle nadruk, alle volle pond te geven aan Gods onverklaarbare, betrouwbare liefde. En voordat dat gericht plaatsvindt in Jericho, laat de Heere zien wat genade is. En dan wil ik die vraag wel even bij je terugleggen vanavond. Rahab boog onder het woord van God. Ze had gehoord wat de God van Israël deed. Heel de stad mocht buigen onder dat woord van God. En de poorten voor de Heere openzetten. Hoe ik dat weet, wel kijk eens naar Nineveh. Op een dag wandelt daar een profeet naar binnen. Die zegt maar 5, 7 woorden in het Hebreeuws. Over 40 dagen zal de stad worden omgekeerd. En Jona gaat naar buiten, maakt het zich gemakkelijk, ergens op een berghelling, verandert van profeet in een soort ramptoerist. Hij wil eens wel zien hoe dat gaat aflopen. En hij zegt het later, ik had het wel gedacht. Wat, nou, dat u dat niet zou doen. Want ik weet dat u genadig bent. Want in de stad van Nineveh komt iedereen op de knieën voor God terecht. En de koning van Nineveh zegt tegen de mensen van de stad, misschien wil de Heer ons genadig zijn. Als dat bij Nineveh kan, dan kan dat ook bij Jericho. En als het bij Jericho kan, dan kan het ook bij Leerdam. En als het bij Leerdam kan, dan kan het ook bij jou. Lig je al op je knieën. Hoe lang heb je het woord van God al gehoord in je leven? En als ik dan de preken even leg die jij gehoord hebt in de achterliggende jaren, al ben je misschien maar 14, 15, 16 jaar, en je zit al 10 jaar in de kerk, dan heb je meer gehoord dan Rahab. En wat is de Bijbel voor? Nou, niet, kijk je even, niet dit dikke boek. 66 Bijbelboeken. Het zijn maar een paar woorden die Rahab heeft gehoord. En ze boog voor God. En als ik dan kijk naar haar achtergrond, zou jij vanavond dan ook niet kunnen buigen naast iemand die een hoer is geweest? Tollenaar. Zondaar. Want daar begint de toepassing van Gods belofte toch mee. Dan behandelt de Heere jou en mij als een goddeloze. Luther zegt dat ergens zo mooi. Wie zalig wordt, wordt door het evangelie geschoven, opgeveegd op de grote hoop van zondaren, hoeren en tollenaren. Wie niet zalig wil worden, zegt Luther, die past ervoor om door God zo behandeld te worden. Nou begrijp ik ook waarin de Bijbel zo vaak staat Rahab, de hoer, om ons over die drempel te trekken. Ondertussen zitten we ook in het laatste punt, het vervullen van Gods belofte. Kijkt u maar even met me mee naar het slot van dit hoofdstuk. Rahab wordt door de jonge mannen eruit gehaald, vers 22 en 23. Uit het huis wordt ze gehaald. Maar het valt dan op dat ze haar niet meteen, het slot van vers 23, niet meteen opnemen in het volk Israël. Samen met haar familieleden blijft ze gedurende een periode buiten het legerkamp van Israël. We zouden zeggen in een soort niemandsland. Wat er ondertussen gebeurt is dat ook haar huis
wordt verwoest. Heel de stad wordt in puin gelegd. Ze kan dus niet meer terug. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers op Rahab. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Rahab kan niet meer letterlijk terug naar Jericho en naar haar huis, dat een bordeel is geweest. We waren een keer in gesprek met een jongere die toegelaten zal worden tot het doen van belijdenis des geloofs. Het was een jongere die niet meer naar de kerk ging. En na lang aandringen van haar ouders was op een gegeven moment toch maar eens een keertje op 's avonds, zondagavond, mee gaan luisteren via de kerktelefoon, was 's morgens lags nog in de bed. Bij te komen van de nacht ervoor. En God greep er in haar hart. En ze kwam naar de kerk. En dan hoef je helemaal niets meer te zeggen. De cd's op haar kamer verdwenen in de kliko. Posters die ze hingen van popsterren en sporthelden gingen weg. Je zag zo voor je ogen langzaam maar zeker dat leven veranderen. We vroegen, je wil graag belijdenis doen. Maar zie je er ook tegenop? En dat antwoord van toen zal ik nooit meer vergeten. Ze zei, ja, ergens wel. Ik ben zo bang dat ik weer terugval. En dat zei ze niet naar de Here toe, maar naar zichzelf. Zuigkracht. Die wereld, die zat achter zich gelaten. Die ervoer ze nog in haar hart. Begrijp je nou mijn opmerking van net, ik ben ergens jaloers op Rahab, dat het huis wordt verwoest. Zodat ze letterlijk niet meer terug kan naar het leven van Jericho. Maar dat hoort toch ook bij de omgang met de Heer. Dat al wordt die belofte van God toegepast in je hart. En de Heere die belofte ook vervult in je leven door je de vergeving van de zonde, de vrede met God te laten ondervinden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Altijd voor de rest van je leven dat gebed meegaat, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is een gebed soms vanuit de angst. Heere, bewaar me, want anders ga ik er onderuit. Het is ook vaak een gebed vanuit de liefde, toch? Ik wil u hartelijk lief hebben. Ik wil u geen verdriet meer doen. Ik wil mijn leven niet meer bevuilen. Ik wil niet terug naar die wereld waar u me uit heeft gehaald. Ik wil dicht bij u blijven leven. Zodat u mijn leven leidt, beschermt, draagt, omringt met uw zorg en met uw trouw. Het laatste vanavond. Rahabs leven, zoals we dat hier zien in Jozua 6, is een leven met uitzicht. Het enige dat ze heeft, zagen we, is de belofte van de Heere dat God komt. Het teken van het komen van de Heere is het touw dat ze uit het raam naar beneden liet gaan. En dat gaf heel letterlijk voor Rahab ook een uitziend leven. Ze keek door het venster uit naar buiten en ze zag het leger er aankomen. Het is om die reden dat haar naam en haar leven ook is opgenomen in Hebreeën 11, als een van de geloofshelden van het Oude Testament. Omdat ze zag de dingen die nog moesten gebeuren. En geloofde dat wat God had toegezegd, dat het waar is. Hoewel ze er op dat moment helemaal niets van bemerkte in de muren van Jericho. Maar haar geloof richtte zich door de belofte op de komende God. En dan staat Rahab opeens ook in 2024 in het midden van deze gemeente. Dat is nou ook de houding van een christen. Die door de belofte van de Heere Jezus Christus een leven heeft gekregen met uitzicht.
die kijkt door de tekenen van doop en avondmaal. Doe dat totdat ik kom uit naar de komst van Jezus Christus, mijn borg en zaligmaker op de wolk. In mijn jonge leven zijn een aantal mensen beeldbepalend geweest. Toen ik mijn vrienden verloor, omdat ik uit de wereld werd weggehaald, heb ik aan de Heere gevraagd, Heere, mag ik ook andere mensen leren kennen? En in de gemeente van Harderwijk, waar ik opgegroeid ben, zaten oudere, godvrezende mens. En een van die mensen, dat was een oudere man, die had de gewoonte, dat zei hij niet zelf, maar in een gesprek liet hij zich dat per ongeluk een keer ontglippen, om als hij 's morgens de gordijnen open deed even naar buiten te kijken. En dan keek hij naar buiten en dan zei hij tegen zijn vrouw, vandaag kan die komen. Waarom? Het is bewolkt. Dat was geen opgeklopte godsdienst. Maar dat was een man die teer leefde met de Heere en vanuit de liefde heimwee had naar Jezus Christus. Mag ik hem straks helemaal ontmoeten? Om zo'n leven te leiden hoef je niet 70 jaar of ouder te zijn. In de loop van de jaren ben ik ook kinderen, jongere mensen, jonge vaders en moeders tegengekomen, voor wie dat de grondhouding in het leven is geworden. Keken uit naar de komst van de Heere Jezus Christus. Soms vanuit het verdriet voor alles wat er in deze wereld gebeurt, maar vaak ook vanuit de hunkering, uitkijken naar de volkomen vervulling van Gods belofte. Want als Hij komt, ja wat dan? Slaan we de Bijbel dicht. Wordt er niet meer gedoopt, is er geen avondmaal meer. Maar hoe doen we onze ogen open en strekken we onze handen uit om God te zien zoals Hij is. En daar kijk ik naar uit. Jij ook? Amen.